Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Het is weer vrijdag jongens, het is weer vrijdag en ik zal het er even bijzetten. Het is vandaag 27 augustus, want anders dan gaat Peter Pan weer lopen zeiken van Marco, wat zit je nou dom te lullen met je weekend? Het is helemaal geen weekend, het weekend is net voorbij. En jij gaat lopen zeggen dat het weekend is, want ik heb je comment wel gelezen hoor, Peter Palnut. Ik heb je, ik heb je berichtje wel gelezen hoor, ja. Dus in ieder geval, het is weer weekend. We gaan weer naar een kermis toe. Ik wou zeggen, we gaan weer naar een pretpark toe. Nee, we gaan weer naar een kermis toe, morgen. Ik heb er morgen weer ontzettend veel zin in. Voor mij mag het wel weer zaterdag worden. Tegenwoordig kijk ik zo erg uit naar de zaterdagen. Omdat we gaan dan gewoon weer lekker kermissen. En als het goed is, gaan we weer met de hele club. Gaan we weer met Ger, met Ricardo, met Kevin, met Joost en ik natuurlijk. En we gaan aankomende zaterdag gaan we naar Den Bosch. Ja, nou, ik ga dan. Nou, oké, voor deze ene keer dan Den Bosch. We gaan naar Den Bosch toe. De kermis van Den Bosch. En jullie moeten niet denken dat ik elke keer ga spoileren natuurlijk. Want eigenlijk moet ik dat niet doen, hè, dat spoileren. Hè. Maar ja, voor deze ene keer doe ik het. De kermis in Den Bosch gaan we naartoe. En ja, ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in. Ik weet dat de reactor er staat. Dat is wel één van mijn favorietjes hoor. Ik vind dat toch zo'n lekkere attractie, vind ik dat. Echt een leuke show. Altijd een leuke show. En ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. We gaan er weer echt een hele leuke week van maken. Het was een hele aparte week weer deze week natuurlijk. Ineens de 1K gehaald. Echt fantastisch. Ik ben echt reuze blij met die 1K. En ik wil nogmaals iedereen hartstikke bedanken. Jullie hebben natuurlijk de vlog gezien. Ik heb op de dag dat ik de 1K haalde, heb ik een video geüpload erover. Fantastisch. Ik heb ook heel veel reacties gehad. Iedereen hartstikke bedankt voor de reacties. Ik heb geen Filippies verder van vreemden gehad of zo. Mijn kijkers die zijn niet zo erg happig op dat ze video's willen insturen, maar dat geeft helemaal niet. Ik heb wel een heleboel vrienden heb ik. Ik heb een heleboel vrienden heb ik die een berichtje of een filmpje hebben ingestuurd. En binnenkort ga ik eventjes de 1K compilatie ga ik maken. De speciale 1K, special bedoel ik, ga ik even maken. En dan kunnen jullie die ook zien op mijn kanaal. Ik zit op Ramonski te wachten, want Ramon die zou even mijn haar komen doen vanavond. Hij zal zo wel komen. Meestal komt hij altijd rond een uur of acht. Momenteel is het 10 voor 8 geweest, dus hij zal zo wel komen. En dan komt hij even mijn haar scheren. Ik weer een lekker kort koppie. Mijn haar valt, op zich valt mijn haar nou voorlopig wel mee. Maar bij mij gaat het altijd vreselijk in mijn nek. Gaat het altijd vreselijk groeien. Dan heb ik zo'n ontzettende hekel aan als het helemaal mijn nek in zit. Vind ik echt super irritant. In ieder geval, het is weer weekend. En we gaan er weer een hele leuke weekend van maken met Ger, Ricardo, Kevin en Joost. En we gaan gewoon weer lekker slap ouwehoeren, lekker ouwehoeren en lekker kermisschil hoor, natuurlijk weer. Dus ik heb er reuze zin in. Voor mij mag het, voor mij mag het weekend zijn, dat hoeft wel niet meer, het is al voor mij weekend. Maar voor mij mag het altijd weer heel snel zaterdagavond wezen. Want die zaterdagavonden, toppie, echt, daar kijk ik elke keer naar uit. Ger die belde me nog net op. Van joh, ga je nog mee naar de kermis? Ik zeg, hoe kan je die vraag stellen? Tuurlijk ga ik mee naar de kermis. Ja, dat is iets waar ik al de hele week naar uitkijk. Dus gaat hij vragen van, ja, ga je mee naar de kermis? Ja, natuurlijk ga ik mee. Wat is dan voor doms? Dus, maar goed, in ieder geval, thanks for watching jongens. Ik ga hem neerleggen aan deze kant. Bedankt voor het kijken. Abonneer even als je dat nog niet gedaan hebt. We zitten in ieder geval, de 1K hebben we in ieder geval gehaald. Laten we
doorgaan naar de 2K, de 3K en hoger. En ja, laten we er even voor zorgen dat mijn kanaal ook ja, aardig wat abonnees krijgt. En ja, ik heb niet echt zoiets van ja, het moet nou echt een heel bekend kanaal worden of zo. Ik vind het al leuk om gewoon dit voor jullie te doen. Maar ik zou het wel ontzettend tof vinden. En het is toch een hele eer van je werk als je zoveel abonnees en zoveel kijkers hebt. Dus blijf kijken. Kijk mijn video's desnoods nog even een paar keer. Zeg tegen al je familieleden van joh, abonneer eventjes. Want ik zou het echt ontzettend tof vinden dat mijn kanaal wat bekender wordt. En we zijn er echt keihard aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. En dat kan ik niet alleen, dat moet ik ook jullie hulp voor hebben. Dus support mij, steun mij. En dan gaan we lekker, gaan we echt hele leuke tijden tegemoet. Leuke video's maken. En dan komt het allemaal wel helemaal goed. Groetjes van deze kant, abonneer dus. Belletje, liken natuurlijk. En dan zou ik zeggen jongens, tot de volgende. Bye bye. Hoi.